Dit is Anna. Ze werkt al 4 jaar als receptioniste op hetzelfde kantoor. Ze kent het gebouw dan ook op haar duimpje. Anna heeft het erg druk en de telefoon gaat de hele dag. Als het brandalarm afgaat, gaat ze ervan uit dat het wel een oefening zal zijn. Een storing of een ongelukje. En daarom rondt ze eerst rustig haar gesprek af en pakt haar spullen. Het komt vaak voor dat mensen niet op een alarmmelding reageren of veel te laat. Maar als er echt iets aan de hand is, zijn er kostbare minuten verloren. Want rook verspreidt zich razendsnel. Deze route loopt Anna dagelijks. Alleen door de rook, die zich al ver heeft verspreid, weerkaatst het witte licht. Hierdoor heeft zij nauwelijks zicht en kan ze zich niet meer oriënteren en loopt de dichtstbijzijnde nooduitgang voorbij. Ze doet er daarom heel lang over om veilig naar buiten te komen. Onderzoek wijst uit dat mensen bij een calamiteit in paniek kunnen raken en niet meer helder denken. Het blijkt ook dat de conventionele noodverlichting te weinig ondersteuning biedt om een pand te verlaten. De meeste mensen kiezen de route die ze kennen of nemen dezelfde route zoals ze zijn binnengekomen. Dit is niet altijd de kortste en meest veilige route. Wat had Anna anders moeten doen en hoe had Evac Lighting haar hierbij kunnen helpen? Anna had gelijk in actie moeten komen bij het horen van het alarmsignaal. Het rode licht hierbij zorgt dat mensen sneller en adequater reageren op een alarm. Evac Lighting wijst, met duidelijk zichtbare en dynamische signalen, de snelste weg naar de uitgang. Het rode en groene licht helpt je door de rook heen te kijken. Je hebt dus altijd zicht, ook bij rook. Het speciale licht zorgt ervoor dat Anna weet waar ze heen moet. Dit gaat haast instinctief. Anna is nu veel sneller veilig buiten. Evac Lighting. Zichtbare veiligheid.